Designtafel. Allemaal voor helemaal niks. Overgevers. Een gratis fitnesstoestel. Dat is wel chill. Dus dit kunnen we ophalen? Oh, ik zeg dat wel, maar ze zegt helaas is hij al weg. Hoezo haal je dat dan niet van Marktplaats af? Komen wij met een heel uitgebreid antwoord. Ik hoop dat ze dit begrijpt. Oké, op naar de volgende. Oh ja, dit ding. Ja, kerel, zieke oven gewoon. Aha, met die platen bovenop. Dit ding is nieuw, 3.500 euro. En hij zegt, kan je het vandaag ophalen? Het zou alleen fijn zijn als je met iemand komt, als je hem samen kan ophalen. Nou, we gaan eens even wat ophalen. We gaan geld maken! Misschien zie je aan mijn hoofd hoe warm het is. Het gaat vandaag heel hard stormen, dus we moeten snel zijn. Oh. Helemaal met mijn hoofd in de bonen. Auw, net als Jer. Die boom die sloeg mij. We zijn er. Eerste locatie. Jullie gaan zo zien wat het is. Kijk dan. We hebben dus een oven plus elektrische kookplaat. Gratis, de waarde van 3.500 euro. Alleen de vraag is maar, hoe gaan we dit in godsnaam verkopen? En hoe gaan we hier geld voor krijgen? Want gaan we dit zelf in elkaar zetten of niet? Oh, ik kreeg net een berichtje van ene Ricardo. Mm-hmm. Die zegt, hallo Jurian, ik wil het wel kopen voor 25 euro. De pastamachine van 2 weken nee. geleden. Echt? Ja. Deze pastamachine. Letterlijk gloednieuw, niet gebruikt. Sick. Kijk dan. Ik kan het vandaag allemaal ophalen. Ik hoor graag van hem. Dus we krijgen zo iemand naar mijn huis. Nu naar huis. Die voor 25 euro contant, wat daar heb ik om gevraagd, even die pastamachine komt ophalen. Oh, wat? Ja, dankjewel. Tot. Hij gaat de pasta maken en Cher gaat stiekem filmen. Ja, ze willen toch bewijs hebben dat wij die dingen verkopen. Heb je zelfs 30 gekregen? Ik heb 5 euro teruggegeven. Pastamaker. Dat is wel gewoon gefixt, hè? Gaat het bakje in? Dat wil ik wel zien, hoor. In het gratis bakje. In het gratis bakje. Zit al 15 euro en daar gaat nu 30 euro bij. Kijk dan. Hoppa. Dit is dus gewoon gratis, hè? Toch ziek? Het werkt gewoon. Dat is dan de keuze die je maakt in het ondernemen. Ga je genoegen nemen met 2 euro door hem weg te brengen en makkelijk te doen? Of gaan we proberen aan te sluiten, foto's maken en er proberen 50 euro voor te krijgen? Er zit natuurlijk wel gebruiksschade op en zo, maar ja, je kan het altijd proberen. Hallo. En vandaag gaan wij lekker koken in onze nieuwe oven. Ik moest even iets verzinnen, ik weet niet wat voor foto je wil. Ja, dit is wel echt. Ten eerste, dit hoort ook bij ondernemerschap. Je moet echt zwaar improviseren. Nou, je ziet het. Lijkt je op een kok? Bovengevers. Bovengeverskok. Nice. Ja, kan zo, man. Oké, snel, want het begint te regenen. Nou, hebben we nou weer wat gevonden? Ik heb dus een berichtje gestuurd voor een gratis moderne design salontafel van glas. Deze. Kijk dan. Maar die kunnen we ophalen. Ja, we kunnen hem ophalen in principe. Ik vroeg van wat is de staat van de gratis salontafel. Dan zeg ik natuurlijk gratis erbij, zodat ik zeker weet dat die ook gratis is. Voor misschien de mensen die denken, gratis, hoe kan zo'n tafel nou gratis zijn? Leg het eens uit. Wat zegt dat dan voor bijvoorbeeld mensen zoals ons of mensen om ons heen? De mensen die een ondernemend brein hebben, die zien in gratis mogelijkheden geld. Begrijpt u dat? Ja. Dus je kan zeggen, we zijn beginnende YouTubers met 600 nog wat subscribers. Ze zeggen, voor de 1000 abonnees en 4000 kijkuur verdien je niks met YouTube. Ligt helemaal aan jezelf. Op deze manier verdien je wel met YouTube, want we maken video's over gratis spullen ophalen en verkopen. Dus in principe maken we geld met YouTube. Dat is even slim. Sponsor ons alsjeblieft, leuke bedrijven die dit kijken. We hebben al 3 maanden niks gegeten. Touwen. Maar ik kan het toch vasthouden? Touwen. Ik wil jou vasthouden. Waar zijn touwen? Ik zoek naar touwen. Ga alsjeblieft met me trouwen. Is dit zo moeilijk lang? Ja, het is wel chill. Ik heb touwen. Ik heb touwen. Wacht. Wat zei je daar nou? Wat? Het is in een flat. Nummer 148. Dat is waarschijnlijk verdieping 3 of zo. Nou ja, we moeten wat over hebben voor een designertafel. Regen omgedraaid. Ik vind wel dat we hem iets moeten geven. Want kijk nou. Dit is echt een zieke tafel wel, man. Die vierkante bladen, die kunnen nog draaien ook. Oh ja, dus je kan hem ook nog instellen hoe je hem zelf wil. Ja, dat is echt gestoord, man. Wij dachten, hij wil geen bloemen, of tenminste zijn vrouw wilde niet per se bloemen. Maar hij zei, ik hoef niks, nee, ik geef graag dingen gratis weg. Nee, wij zijn van bovengevers, wij geven graag dingen terug. Wij hebben een
lekkere stinkkaas met een heerlijke merlot die past bij de stinkkaas gekocht voor deze meneer. Ik hoop dat hij drinkt en hiervan houdt. En anders kan ik er lekker zelf van genieten. Maar ja, dan heeft hij in ieder geval gezien dat we het hebben geprobeerd. Dus bij deze, geniet ervan. Ja. Hallo. Hallo, ik wil nog even wat komen brengen. Top. Ja. Ik hoop echt zo dat ze hiervan houden. Moet je horen hoe mijn hart klopt. Mijn vriendin houdt hiervan en ik hou hiervan. Weg! Ja. Nice. We hebben gevers, hè? We geven ook. Kijk, we nemen de problemen uit handen en we geven je daarna. Ja. Dat is de update. Ik denk het wel. Zeg maar voor. We hebben nu zulke zware dingen gehaald vandaag. Het zijn er wel maar twee. Sorry. Ja, nou ja. Kijk, als je je afvraagt waar die Eo is geweest. We begonnen natuurlijk maar met. Wat? Jij en ik in die auto. Ik ben veel te vet. De waarheid is gewoon, ik mocht niet mee. Ja, oké, dat kan ook nog. Ik moet wel ook mijn hoofd filmen als ik praat. Dan. We hebben dus een glazen design salontafel. Hopelijk van Ronald Schmid. Als dat zo is, dan is deze ongeveer 2500 euro waard als je hem nieuw koopt. Hij is helemaal soepel. Hij klinkt helemaal goed. Zie je dat? Bladen kunnen ronddraaien. Deze. Ziek. Ja. Je kan hem ook nog instellen naar wens. En als je dit hoort. Je hoort. Wat een stevig glas. Dat is kogelvrij glas, joh. Ja, er zitten inderdaad geen kogels in. Maar ja, dit is hartstikke stevig en een dikke shine tafel. Dus ja, deze gaan we mooi eens even erop zetten. Yep. Meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. Ik vind de tafel heel erg mooi. Wil je hem kopen toevallig voor 500 euro? Oh ja hoor. Jij mag stel hem dus kopen iemand voor 500 euro, maar dat gaat dan wel een potje van de vakantie. Ja, nee, dat snap ik. Ik denk dat dit potje trouwens... Een potje van de vakantie. Dit potje. Ja? Dit potje. Heb je hem in beeld? Mm-hmm. Moeten we eigenlijk niet filmen, man. Hoe ziek? Designtafel. Designlamp. Allemaal voor helemaal niks. Kom. Ik wil deze tafel helemaal niet verkopen. Eigenlijk moeten we hem gewoon houden. Maar we gaan hem niet houden, want we moeten op vakantie. Jullie denken vakantie, maar dat wordt echt de hardste werkvakantie die we ooit gaan hebben. Ja, dat denk ik oprecht ook wel, ja. Maar bij hard werken hoort genieten. Dus onthoud, geniet niet meer dan dat je werkt. Geniet gewoon zodra je kan. Als je je werk af hebt gemaakt. Hallo? Wil jij ook een taco kopen? Er kwam een hele lieve mevrouw aan de deur. En die heeft een fontein overgekocht. Die van vorige week. Twee weken geleden alweer. Zie dat? Lelijke fontein mooi maken. Stenen uit de tuin. Helemaal schoongemaakt. Secondenlijm. En dadelijk productfoto's. Wat een tijd kost dit. Fototime. 3 hours later. Na heel wat poetsen, zweetdruppels en gewicht heffen omdat die tafels zo fucking zwaar zijn, is het wel gelukt. En nu is het een kwestie van het weer op marktplaats zetten. Zag ik dat nou goed? Deed je dat nou? Dankjewel. Overgeven, overgeven zijn.